Peter, welkom terug in Gamers Net Gear. Wow, ik ben er. Wow, ja, inderdaad. Iemand heeft ons aangedrukt. Wat vet. Oh, shit, ze hebben al op play gedrukt. Nu moeten we het snel gaan hebben over een nieuw stukje gear wat ik heb meegenomen. Ja. Dit is Peter. Dit is Tom. Welkom bij Gamers Net Gear. Dit was een aparte intro. Maar zeker. Goed, we gaan het toch hebben over de Plantronics RIG 800 LX. Een gloednieuwe headset van het allerleukste Plantronics merk. Ja, ik wil er wat over zeggen, want ik gebruik in mijn dagelijks leven een Plantronics headset. Ja, de 400. De 400. En ik vind het ontzettend fijne headset, omdat ze hebben geen poeha. En dat vind ik zo fijn. Kijk, Tom houdt heel erg van poeha. Dat weet ik. Release the Kraken! En, het is juist een hele subtiele headset. Nee, het is niks subtiel. Ja, voor dat merk. Maar dit is echt een subtiele headset. Dit is gewoon, dit kun je uit elkaar halen. En het is gewoon lekker makkelijk. Het is inderdaad subtiel. Ja. Dus, als je het uit elkaar kan halen, dat is wel de definitie van subtiel. Nee, maar dat is letterlijk wel een soort van visie van Plantronics. Ik was toen op het hoofdkantoor, een hele tour gehad en zo. Met de lead designer van het game-embleem kunnen spreken. Dus de aanvoerder van zeg maar, het RIG hele merk. Het dochtermerk van Plantronics. En ja, ze zijn inderdaad heel erg voorstander van niet al te veel poespas eromheen. Het draait vooral om de kwaliteit en het comfort. Want dat is wat een gaming headset moet zijn. Je moet gewoon goed kunnen luisteren. Je moet er beter van kunnen gaan gamen. Deden ze zelf ook met deze aanhangstekens. Van ja, het blijft natuurlijk blijft geluid. Ga je niet in één keer, oh, ik kan nu wel headshots maken of zo. Dat is natuurlijk niet, maar het draait vooral om kwaliteit en comfort. En dat zit gewoon helemaal goed. Want inderdaad, dat design wat ze hebben gemaakt, je kunt het een beetje uit elkaar halen. Maar het is vooral gewoon heel erg duurzaam. En het is heel erg prettig, omdat het heeft die suspension, weet je wel. Waardoor het gewoon altijd rustig op je hoofd rust. En niet probeert zeg maar, je hoofd in elkaar te drukken. Ja. Dus wat dat betreft zitten ze wel helemaal juist met hun pijlers, comfort en kwaliteit. Ja, maar het grote verschil tussen de 400 die ik gebruik en dit, de 800 LX, is dat deze draadloos is. Ja, we hebben hier het Xbox-modelletje. Dat is wel interessant. Ze hebben een PlayStation-model, een Xbox-model en een PC-model. En daar moet dus ook bij komen dat eigenlijk die allemaal identiek zijn, behalve natuurlijk de aansluitingen. De Xbox kan zowel op PC, de PlayStation kan zowel op PC en de PC kan nou ja, ook op Xbox heel stiekem. Maar goed, wat daar interessant aan is dat de Xbox en de PC-versie krijgen ook Dolby Atmos meegeleverd. Want dat werkt natuurlijk op Xbox en PC. Ja, want Plantronics heeft een deal gemaakt met Dolby. Ja, dit geldt voor alle Plantronics RIG headsets overigens. Ja. Dus dat is niet alleen de 800-serie, ook die 400 die jij hebt, wordt nu geleverd met een Dolby Atmos code. Ja, en dat betekent dus dat je geluid hebt dat je nog nooit hebt gehoord. Alsof jij in de bioscoop stapt voor een film. Ja. Daar moet sowieso een lans voor gebroken worden, want ik ben persoonlijk heel erg voorstander van Dolby Atmos. Omdat vrijwel elke hardwarepartij, vrijwel elke koptelefoonboer komt met zijn eigen 7.1 drivers of upscalers of programmaatjes of whatever. En dan heb ik zoiets van, de ene keer kan dat werken ja, en de andere keer werkt het niet. Soms is het iets van Dolby, soms iets van DTS. Maakt allemaal niet uit, maar ik vind het, vaak is het zo van, ja, het werkt wel een beetje. Bij Dolby Atmos weet je gewoon dat daar fucking sound engineers aan gewerkt hebben. En die moeten ook, die maken een stukje software wat ook door de personen die de media maken dus weer geïmplementeerd moet worden. Dus als je Dolby Atmos hebt, dan werkt dat niet alleen op dit soort headsets, maar dat werkt op al jouw headsets en soundsystemen en whatever. Het kan allemaal met Dolby Atmos, maar je moet het medium wat je gaat luisteren, moet het ook ondersteunen. En dan werkt het echt goddelijk goed. Ja, want we hebben bijvoorbeeld Battlefront gebruikt het. Battlefront 1 had het al, Battlefront 2 pakt het wederom op. Op Netflix zie je een heleboel series die Dolby Atmos gebruiken. The Punisher bijvoorbeeld, dat Okja, weet je wel, wat meer hipsterachtige films. En sowieso een heleboel echt grote films pakken het op. En dan wordt het, naar mijn idee, ik heb het idee dat als je Dolby Atmos geactiveerd hebt, je luistert naar een medium wat het daadwerkelijk goed gebruikt, en tegenwoordig pakken ook steeds meer games het op, dat is fijn, dan heb je wel echt het idee van, oké, dit is 7.1 upscaling zoals het moet zijn. En ja, sowieso ook fijn dat we nu de term Dolby Atmos hebben, niet dat 7.1 gebeuren, want dat vind ik altijd zo'n non-term. Ja. Dus het is altijd van, ja, alsof er dan speakers bij komen op je 2.1 headsetje. Ja. Dat is natuurlijk dikke bullshit. Het is een leugen. Ja, wat dat betreft, Dolby Atmos, heel fijn dat ze dat erbij leveren. Dat kun je natuurlijk ook gewoon loskopen voor een aantal euro, die licentie. Werkt trouwens ook cross-platform. Die licentie is zowel Xbox als PC, dus je hoeft hem maar één keer te activeren, dan werkt hij op beide platformen. Super handig. Dus wat dat betreft, ik ben helemaal voor die software. Het is fijn dat Plantronics het meelevert. Maar goed, het maakt niet verder niet uit voor de headset zelf, want het is gewoon meer dat je beide headsets gewoon erbij krijgt. En dat is wel netjes. Dan gaan we naar het draadloze aspect van de headset. Want ik heb altijd moeite met draadloze headsets. Want ik weet,
Het is zo makkelijk, je kunt gewoon weglopen van je bureau. Ja. Dat is dat moeilijk? Dat is waar. Maar ik vind altijd, of ik vind vaak dat je het merkt aan de geluidskwaliteit. Dat er toch altijd een soort van ruisje in zit of zo, omdat hij dat connecten moet doen draadloos. Nou, dat heb ik hier niet echt gehad. Dat is heel goed. Toevallig heel weinig ervaring met draadloze headset. Volgens mij is dit de eerste draadloze headset die ik behandel voor Gamers and Gear. Ik vond hem oprecht heel erg fijn en het leuke is wel dat Plantronics heeft een verleden in draadloze headsets. Ook als in van, weet je wel, die callcenter headsets. Dat is een heel groot en Bluetooth voor je mobiel en zo. Daar hebben zij heel veel ervaring in. En dus zijn hun accu's ook best wel advanced. En dat zie je ook dat dit is de eerste headset die gewoon daadwerkelijk 24 draadloze uren meegaat. Wat oprecht langer is dan de meeste andere headsets. Soms gaan ze maar tot 15 of zo. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook al aardig lang. Maar met 24 uur, dan is de visie wel van, je kunt 7 dagen in de week, kun je elke dag een aantal uur, kun je dat gewoon, zeg 4 uur per dag gamen. En dan pas weet je al die laatste dag, ga je in één keer... Hoe is de audio? Ja, ik vond de audio heel erg fraai. Het zijn mooie 40 mm drivers, ik vond het goed klinken. En het heeft een 10 meter bereik. En dat was ook, deze ook. Je kon door je hele huis. Ik kon door mijn hele huis en ik heb nergens last van ruis en dergelijke. Of dat het in één keer begon te distorten. Ja, ik ga er niet mee het huis uitlopen of zo terwijl iets aanstaat. Maar ik geloof wel in die 10 meter en die 24 uur heb ik ook getest. Het gaat inderdaad echt pokkenlang mee. En dat is best wel fraai, want... Wat ik niet fijn vind aan draadloze headsets is dat sluipende gevoel in je achterhoofd van oh, ik moet hem een keer opladen. Dat moment komt altijd sneller dan je denkt en dat gaat een beetje knagen daar. En ik vind met 24 uur heb je wel zoiets van ja, als je dan elke dag van de week 4 uur gamet, dan heb je die laatste dag in één keer dat je zegt van oké, ik moet nu gaan opladen. Maar dat is wel op zich, vind ik, aardig wat tijd voor een draadloze headset. Zeker weten. Het mooie aan Plantronics vind ik de prijs ook altijd, ik weet niet wat dit kost. €170. Bam! Ja. Dus een dure headset. Dat is wat dat betreft... Actief, wacht! Ha. Nee, maar goed, dat is met draadloos natuurlijk altijd. Met draadloos zit je al snel over die €100 heen. Als je dan ook nog eens bij berekent dat het op zich mooie drivers zijn. Het heeft een goede microfoon, werkt op verschillende platformen en je krijgt Dolby Atmos erbij. Dan is het inderdaad wel zo om en nabij het duurste product wat Plantronics ooit heeft gemaakt. Ja. Maar nee, ik vind die prijs wel rechtvaardig. Ik denk wel dat het daar goed in zit. Want het is wel een allrounder, hij werkt op verschillende platformen. Je hebt nog steeds dat comfort, het gaat lang mee. Ja. Het is draadloos. Hoe is de outgoing audio dan? Want ik vind dan voor €170, mag dat dan ook wel in orde zijn? Ja, de microfoon is aardig. Het overstijgt wel zeker de gemiddelde gaming microfoon. Maar goed, het is toch steeds... We komen weer altijd op dat spuit 11 punt aan. Je moet er geen stream of zo mee gaan doen. Dat zou hem niet worden. Ik moet overigens wel zeggen, het is wel weer jammer dat hij niet... Daar kan er niet meer af. Hij heeft wel zo'n auto-mute systeem. Van dat als je hem uitklikt, dan gaat hij meteen aan. En je hoort ook echt een piepje van... Hey, ik ben weer uit, zodra je dat ding naar boven hevelt. Maar nee, ja, dat is verder niet dat je denkt van het is enorm mooi of zo. En het is jammer dat hij ook niet eraf kan, zodat je kan zeggen van nou ja, ik neem hem misschien nog over straat mee. Want dat zou ik helemaal niet kunnen, want dan moet je ook die receiver en je laptop meenemen. Nu ik erover nadenk was dat ook helemaal een non-punt. Maar goed, dat kan ook gebeuren. Nou, ik ben nat. Wel voor mijn laptop mee te nemen en dan de headset, omdat ik dan draadloos... Ja, in de trein ziet het er trouwens wel echt super legit uit als je met dat ding gewoon rondloopt door de trein. Je laptop laat staan en van, oh, ik ben even naar het toilet. Nice. Bedankt. Wil je nog wat kwijt? Nee, ik vind het een erg fraaie headset. Ja, het is een dure. Dat is, het is duur, maar goed, ja. Ja, dat krijg je ervan als je draadloos wil. Ja, dat is waar. €170, schoon aan de haak, maar dan heb je wel een mooie Plantronics RIG 800 LX. Headset. Bedankt voor het kijken. Wil je echt alles weten over deze fucking mooie headset? Kijk even naar gamers.nl voor de uitgebreide geschreven review die Tom ongetwijfeld heeft gemaakt. Bedankt voor het kijken deze week ook weer. Tot snel bij Gamers at Gear. Bedankt Tom. Dank Peter. En bedankt jullie voor het kijken deze week weer. Tot volgende week.